Voor het eerst komt de gemeente Zoeterwoude met een prognosebrief over de financiële resultaten. Voor het derde jaar op rij blijven er miljoenen over. We houden dit jaar inderdaad, of het afgelopen jaar ook weer, fors, houden we over. In de prognosebrief wordt een bedrag genoemd van 2,4 miljoen. Kegel, het is een verwacht resultaat, want de accountant is nog aan het controleren. Er zullen nog wat andere boekingen moeten gaan plaatsvinden. Dus het, zal, het uiteindelijke resultaat zal nooit die 2,4 meer zijn. Het wordt lager, maar er blijft inderdaad nog wel een, een fors resultaat over. Het feit dat de gemeente telkens zoveel geld overhoudt, betekent volgens de wethouder niet dat de gemeente verkeerd begroot. In de begroting neem je zaken op waarvan je weet dat die er aan gaan zitten komen aan inkomsten en aan uitgaven. En dat zijn, gaat dus ook over de structuur van de loop van de jaren. Waarom wij elke keer de afgelopen tijd incidenteel zulke grote resultaten hebben aan het eind van een jaar, is doordat we fors aan het bouwen zijn. We krijgen daar dus extra inkomsten voor die aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen. En voor het afgelopen jaar geldt dat dat onder andere voor twee grote projecten in Verde Vista het geval is. Dat is een incidenteel resultaat. En zeker bij die twee bouwprojecten konden we echt bij het opstellen van de begroting niet inschatten of die in 2020, 2021 of wanneer dan ook zouden binnenkomen. Ook de coronacrisis had gevolgen voor de uitgaven van de gemeente. Corona heeft uh, wel degelijk uh, consequenties gehad. Een aantal zaken die, uh, die zijn gewoon niet opgepakt. Bijvoorbeeld, op het gebied van, van sport zijn een aantal subsidies niet, uh, niet uitgekeerd. Uh, nou, daarvoor gaan we dus aan de Raad een voorstel doen om dat budget van het afgelopen jaar naar dit jaar door over te hevelen. Het positieve resultaat betekent volgens de gans overigens niet dat de gemeente dit jaar extra geld uit kan geven. Wat we doen met die miljoenen is uh, zuinig blijven, zoals altijd. Uh, er gaat bij de jaarrekening een voorstel komen uh, aan de raad hoe we daarmee uh, mee om willen gaan. Uh, nou, en dan kan de raad daarover gaan, gaan besluiten wat ze, uh, wat ze daarmee willen gaan doen. We willen natuurlijk in ieder geval een gezonde financiële positie blijven houden voor de toekomst.